Ja, wat op kijkers van mijn kanaal. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch. En welkom op het kanaal Rotjoch. En ik ben Dylan de Rotjoch. Wauw, leuke intro. En welkom terug bij Minecraft Factions. En we gaan vandaag raiden. Ik ben hier samen met twee vrienden van mij. Eentje is natuurlijk. Ja, beginnen meteen met de. Beginnen met de oude. Eerst beginnen met Smiling the Dead of de andere owner. Yes. Hi Smiles. Hallo. En we hebben een nieuw persoon. En dat is Wouter Swag. Hoi Wouter. Hallo. Hoi jongens, dit is Wouter jongens. Wouter die heb ik een tijdje, een hele lange tijd geleden ontmoet op mijn livestreams. Hele coole gast. Was een tijdje waren we hem kwijt, maar hij is weer terug. Dus welkom terug Wouter. Goed, hey, we gaan zo meteen raiden. Ik zag net hier beneden een naam onder mij. Ik kan even geen comments uitvoeren en shit in de chat, omdat ik mijn chat heb uitstaan, want ik ben in de server gejoined. En het is de eerste keer dat ik weer eigenlijk Factions speel sinds mijn YouTube zo gegroeid is. Dat betekent dat ik knijter veel kijkers me lastig vallen op de server. Maar hier beneden zit dus een base voor iemand. Yes, van Power PvP geloof ik. Power PvP. Weet je wat, ik zit gewoon de chat wel aan, want ja, fuck it, anders is het irritant, ik vind het heel irritant. Dus we gaan wel die chat laten zien. Alright, dus we moeten kijken hoe we kunnen komen, want dus zie je ook dat hij daar gebouwd heeft, diegene. En daar zie je ook een blokje. Dus we gaan kijken. Oh, slash F map. Want hier als het goed is, kunnen we hier naar beneden. Of kunnen we hier al hakken? Ja, hier kunnen we in. Als het goed is, zitten hun echt recht hieronder, want ik zag zijn naam. Of haar naam, sorry. Weet ik niet. Kan je die hakken? Die shit? Die kunnen gewoon nog hakken, toch? Leuk. Kan dat? Echt? Misschien heeft hij helemaal niet geprotect. Als het goed zit hij hier recht onder namelijk. Echt recht hieronder. Wacht, wat ik ga doen. Anders duurt het allemaal zo lang. Op de map moeten we nog een stukje verder, hè? Wacht even hoor. Ja, maar ik weet dat hij hier zijn base gebouwd heeft. Want ik zag hem net hier beneden. Dan heeft hij misschien echt iets heel fout gedaan. Ik zag zijn naam hieronder lopen. Misschien was hij aan het minen of zo. Maar we gaan even checken. Hup. Kijk, zo doen we dat net niet. Nog eens, zo doen we dat eventjes, maar dat doen we er zo even net niet. Nee, je moet helemaal mooi dan bij. Tok. Oh. Hoi Wout. Ja, we gaan deze even dicht gooien zo. Kijk, nou is hij dicht. Nou, dan gaan we. Ik ga gewoon kijken of het kan. Yes. Wij komen zo. Ja, het kan, het kan. Dan ga je gewoon recht naar beneden en we gaan kijken hoe ver ik ga komen. Als het goed is. Oh, hij is een beus niet beveiligd! Oh, nee. Oh, pas op! Ja, ja, ja. Kan ik springen? Ja, ja, je kan springen. Dit is echt het meest easy raid ever. Holy shit, man. Ja, oké, boys, gratis meloenen. Lava is wel, Wat is hier moeilijk aan? Oh, hier zo, jackpot. Oké, de chests. Oké, we gaan even checken. Hier is niks, niks. Oh, een stone sword. Nou, laat maar liggen. Standaard gear. Glas neem ik wel mee. Een diamond pickers neem ik wel mee. Oh, we kunnen hem killen. Hij heeft hem niet gekleefd, hij heeft hem niet gekleefd. Ja, slaap. Auw, oh, je slaapt mee. Sorry. Waarom zit je met de fik, Wout? Ah. Sorry. Auw. Sukkel. This girl is on fire. Ah. Oh, jij zet de water neer. Ja, maar ik zei toch dat, ik zei toch. Iemand dat ze bij, ik zag hem toch staan net. Dat heb je hem weer. Auw. Oh, Wout, oh, Wouter. Wouter Swag. Oh, ik ben dood. Ik... Nee. Oh, hier. Oh, welke faction zit jij, Dylan? Ik zit in Kings, volgens mij heet ik. Kings. Oh man, dit is echt grappig. Even checken hoor. Wat voor spullen? Dit is volgens mij een beginnerik, een beginneling. Dus dat is niet zo heel erg leuk. Wat kan er van hem meenemen? Ja, ik neem... Ja. Ik weet niet, man. Ik vind het best wel zielig als we zijn spullen nu al afpakken. Hij is net nieuw, denk ik, op de server. Zie je? Ja. Ja, toch? Mm-hmm. Ja. We kunnen beter een andere zoeken, denk ik. Oké, we gaan anders even een ander zoeken. Hey, sorry, dat sla je me gek. Hij is er weer, hij is er weer. Sterf. We denken, we gaan je sparen. Hij leeft nog. Hoppa. Alright. Oké, cool. Chill. In ieder geval, wat we gaan doen eventjes dan. Dan gaan we even een andere base zoeken. Dan zien we jullie zo meteen. Die ging iets te makkelijk en dat vind ik een beetje zielig. Oké, jongens. We hebben een nieuwe base gevonden. En de faction heet... Heet, hoe heet ze? F-map. Dead Empire. Yes. Dead Empire. Op zich is het best wel groot uit. 9 streepjes, dus we gaan even checken. Als je zo kijkt, ze zitten aan de noordkant van ons. Ik heb nu naar het westen. Zuiden. Dus een beetje... Hier moet... Ik denk hierachter moeten ze zitten. Ik zie hier cobblestone trouwens. Waar? Beneden is een trapje gemaakt. Nee, achter je. Hier is er beneden. Oké. Okay, heeft sowieso iemand iets neergezet. Dus ja, ik weet het niet. We gaan gewoon... Wouter, jij denkt, Wouter, daar gaan we checken? Of wil je, ik ga hier. Ja, ik ga wel even hier checken. Oké, kijk hier. Oké, we hebben het al gevonden, man. Check het hier. Check het hier. Hier, dit is al voor hun. Ah, oh, kut. Heeft iemand van jullie, heeft een van jullie buttons bij jullie? Ja. Chill! Want ik heb wel TNT. Ik heb vorige keer 2,5 stack gekocht in mijn video. En ik wou gaan raiden. Kun je even een buttentje geven? Beginnen we gewoon even met
Alsjeblieft, je hebt een 16. Thank you, my friend. We beginnen zo. Hup, buffetje neer. Oh-oh. Oh, kut, het is geen stone. Ah, oh, Lennemout! Er! Oh, shit. Oké, hier kunnen we niet plaatsen. Hier wel. Wat we doen, we gaan even die wild TNT doen. Dus eentje hier. Ah, fuck, die verkeerd om. Shit, dik. Ah, goed. Hij schiet de verkeerde kant op. Hoppa. Oh, wacht eens even. Hey. Ah, dit is een base. Ja, maar dat is niet de base nog. Ah, niet allemaal omhoog, niet allemaal. Shit. Nu zitten we hier vast. Oh, nee. We moeten hier omhoog. Ik ben YouTuber, dus ik mag vliegen. We kunnen ook gewoon... Nee, je kan ook gewoon uitbouwen. Oh, wacht eens even. Ik hoef niet eens geprotect. Oh nee, ik weet waar het is. Ja, nee, dit is nog niet geprotect. Ik weet waar we zitten. Oké, Wout, we moeten nog... Daar is die rand. Dus wat we gaan doen is... Dit zo doen. Ja, ik weet hem al. Oké. Jullie kunnen gewoon weer omhoog bouwen hier. Ja, het kon. Oké, even kijken hoor. Eentje hier, eentje hier. Het is... Eerst die. Dan die. Huh? Oh, nee, ik blijf wel weer beneden staan. Oh shit. Boom! Ja, ja, we zijn binnen. We zijn in ieder geval binnen. Maar blijf hier even jullie. Oké. Okay. Waar is deze redstone voor? Wow. Nul systeem. Waarschijnlijk zit daar een farm aan de andere kant. Dat is een pistons power ofzo. Even kijken hoor. Dit is van hun. Ja, oké. Okay, we gaan gewoon proberen te slopen. Waar ben je, jongeman? Oh, wij kunnen hierheen. Kijk, ik kan deze weghalen. En daarnaast? Dit? Nee, die niet. Nee, deze niet. Deze wel. Ja, oké. Okay. Dus tot hier is het. Dat is precies tot hier. Vanaf hier moeten we dan gaan cannonen, denk ik. En ik denk dat ze hier recht zitten, ik weet niet. We gaan een cannon bouwen, jongens. Oh, ik zie hier een lever en ik zie de right blocks. Ik heb zo lang niet meer geraid, jongens. Hopelijk weet ik nog hoe mijn cannon in elkaar zit. Ik had vorige keer toen echt een hele vette cannon geleerd. Waren jullie heel blij mee van, oh, deel je vette cannon, hij werkt, super tof. Dan gaan we kijken of hij nog werkt, of ik nog weet hoe hij moet. Ah! Oh, sorry. God damn it, Wout. Ik was net een trapje aan het maken, je had me opgesloten. Godsamme, Wout toe. Nou, hup. Dan gaan we weer, die gaat weer zo. Ik denk dat die cannon, even kijken hoor, als ik zo kijk. Hier rechts zag ik hier weer, hier moeten we inkomen, hier. Dus we moeten een klein beetje... Beetje naar links eigenlijk, hè? Hier, ja, een klein beetje naar links. Voor jou naar rechts. Ja, voor mij rechts nu. Dus denk je een beetje daarin, ja. Nou, ik doe even superbreker aan. Super! Oh, sorry Wout. Ja, hoe kan ik je even ally? Hoe heet jouw faction? Fire. Fire? Fire. Fire, van vuur. Ja. Oké. Okay. Yes. Oh, kut man. Dan moeten we dit weer gaan TNT'en eerst. Oh, daar gaan we. Ja, we moeten even een plekje vrijmaken. Hop, hop, hop. And away. Oh. Boom. Oké, dat kan niet. Dat kan wel. Ah, wie is op dat nou? Wout. Wouter. Wout. Oh, kijk eens. Daar is de farm. Ja, ik zie het al. We zitten gewoon... Waar zijn dan die pis? Oh, hier. Oh, dat is om de farm te creëren. Ga eens weg, Wouter. Wout. Wout. Ja, ik denk dat we hem laag gaan. Zullen we hem laag... Ik ga even checken. Ja, we zitten in die farm. Even kijken. We moeten wel de chests gaan zoeken. Hier is dit. Hier zijn dingen. Hier zijn twee chests. Dus die wil hier ik even dingen. Checken. Ja. kom maar even kijken hier binnen dan. Dan kan je een beetje zien hoe het in elkaar zit. Als Wouter gaat, dan blijf ik hier boven staan. Anders komen we er niet meer uit. Eens even zoeken. Ja, hier kunnen we checken. Hier zijn chests. Ja, verder. Is er verder nog iets? Ja, op zich is dit het, denk ik. Of ga je hier boven nog of zo? Ik denk dat we vanaf... Dan is er nog iets speciaals. Ik ga vanaf jouw hoogte, waar jij ook bent. Oké, TP, smiling to death. Oh ja, ik heb water dat je omhoog kan komen. Oh, je hebt teleport uitstaan ook, dus dat is irritant. Oh, sorry. Hey, ik ben onderweg, Wout! Ja, ik heb... Oké, Wout, zit er maar dicht. Hop. Oh. Wacht, zou ik weer naar boven toe? Nee, mijn water. Lekker, doei, Wout. Oké, hey, wat ik ga doen is een cannontje maken, jongens. Daar gaan we dan. Oké, het is voor mij een super lange tijd geleden. We gaan checken of ik hem nog kan. Ik denk het wel. Zo. Zoiets was het. En dan, ja, goh, ga eens aan de kant. Granite. Hup, wegwezen. Opblokken. Heb ik wel de goede met efficiency? Ja. Efficiency? Ja, dat heb ik. Oké, Hier, Wouter. Kom maar. Heb jij ik heb zelf slabbies, mooi. Ik heb alles bij. Ik er niet. Dus zeg het zo, ging het. Hier gingen we de repeaters, hè. Heb ik ook allemaal geld. Ik heb helemaal geen geld meer. Ik heb alles hierin gestopt. We gaan hem zo klein maken? Ja, even kijken. We moeten even een stukje erachter, hè. Heb jij superbreaker? Ja, ik heb superbreaker weer, dus dat is een chill. Kijk hoor. Hoe doe je dat? Ah, leg de muisknop. Doe. Oké, wacht. Ik heb geen...
Oh, jawel. Eten wil ik even hier hebben. Watertje. Ook nodig. Die heb ik zo meteen nodig. Poppertje, als ik die dan zo doe. Kijk eens, dan kunnen we hier gewoon zo. Dan kunnen we hier zo meteen staan. Oh, jij gaat fixen. Oh ja, zo was hij. Ik weet hem weer. Allemaal redstone repeaters. En die ging voor het laag zetten. Ja. Dus delay het meest en ontploft hij het laatst. Zo ja. En dan kon je daarmee richten. TNT. Heb jij TNT verder of plan ik TNT? Ik heb ook een beetje... Weet je wat iemand mij vertelt? Als je hem zo zeg maar doet, omhoog. En dan naar beneden toe, dan is je zeker dat hij niet omhoog vloog, zeg maar. Ja, maar dat gebeurde toch gewoon niet bij ons, dus... Ja. Dus even kijken hoor. Buttertje erop. Die button moest... Rechts. Daar ja. Daar? Hier. Ja. Oké. Okay. Die repeat staat aan de kant op. We hebben geen TNT! Oh. Wat? Alle weg! Alle weg! Oh nee! Fuck it, dog. Oh, daar gaan we. Diepe zucht. Oké. Okay. God damn it. Oké. Okay. Ja, heb jij die pizza nog? Ik zal... Ja, hier heb ik een paar. Ja, ik ook nog. Ja, god. Oké, ik fix hem wel. Ik fix het wel. Ja, dan zorg dat er TNT in zit. Oh man, die fail heb ik zo vaak gehad, hè. Ja, maar niet te veel TNT. Dat is genoeg, hoor, als je nu hebt. Nou, weet ik. TNT is gewoon even prima. Moet even een klein slappetje. Dan gaat hij een klein gaatje zoeken. Boom! Nou, prachtig. Bam! Oh, shit! Oké, hij moet wel even ietsje eerder afgaan. Ik denk dat we hier doorheen willen knallen, wil ik. Dus ja, we moeten hem wel gelijk laten knallen. Hij gaat meteen ontploffen, ja. Ze gaan meteen ontploffen, dus al die repeats gaan echt kort. Ja, we beginnen wel meteen met ons ding op te knallen, dat is altijd zo. Maar ja, fucked up. Het is niet anders, jongens. Gaan we! Blijf. Boom! Bam! Lekker hoor! Oké, okay, toppie. Oké, okay, weer even een voorkantje eraan maken, jij Wout. Dat zou wat chill zijn. I got your back. Heb jij meer torches voor me? Want de kijkers vonden het niet zo chill dat ik af en toe ging raiden met weinig licht. Yes. Ik heb hem weer afgeknald, dus ik heb torches nu. Topper. Hoppakee. Boom. Kijk eens, de voorkant is er niet eens af. Nou, ik kan hier beneden kan ik geen torch neerzetten. Hop, gaan we weer. Volgende! Boom! Hoppa! Goed, dan kunnen we iets harder knallen. De voorkantjes er weer af. Nee, toch? Nee, blokkie. Oké, gaan we. Ietsje harder knallen! Fire in the hole! Boom! Oh yeah! Dat was een mooie. Hij gaat lekker. Shit, mijn eerste... TNT is op. Niet de stack hoor, dat is 24. Nou, ik kan het zeggen, maar een paar knaltje. Toef! Nice! En het water is wel kloot, hè. Maar goed, volgens mij schiet ik hem nu wel recht... Oh, jij gaat hem even aanvullen, Wout? Ja. Als dus jij aanvullen, komt alles wel goed. Ik ben speelt. Cannonball, hoor! Boom. Oh, misschien, kan hij nog net ietsje eerder knallen? Ja. Net een puntje eerder. Gewoon naar zo. Dat bovenste randje. Ja, weet ik, dat hij dan het water heeft. Volgens mij moet hij nu goed zijn. Ja! Yeah! Perfectie, jongen. Heerlijk. Hup! Knallen met die handel! Fire in the hole! Jongens, we gaan eindelijk raiden, want jullie wouden het graag zien. Oh, toffie, Wout. Hoppa, nog een keertje. Wout en Wouter zijn hier, wat een feest. Yes, yes. Net geen buurman en buurman. Stiekem zijn mijn broertjes, maar ik weet niemand. Jongens, de eerste chest gaat zo meteen open. Ik denk net iets meer power misschien bij de volgende. Nee, even checken. Misschien dat hij er net tussendoor schiet, ja. Nou, dat gaat lekker hoor. Maar alleen, als ik nu echt op die cactus farm, moet eigenlijk nog een heel stuk naar links. Want die cactus farm kan me echt vrij weinig schelen. Eigenlijk wil ik hier zitten. Dus hij moet eigenlijk nog een stuk naar links. Of, ja, even kijken hoor. TP. Hier, ik heb wat water voor je. Je kan TPO doen. Swag. Nee, ik kan gewoon een Wouter TP'en. Dat is geen probleem. Okay. Hop! Ja, ik ben admin, je weet. Komt ie. Doe je zelf. Ja, de eerste chest gaat zo open, jongen. Oh yeah. Oh. Gaat ie weer. Oh yeah, wake up yeah. Ja toch. 1, 2. Wat is dat een slag? Huh? What the fuck? Hij schoot echt helemaal daarheen. Huh? Oké, herkansing. Ja, we doen met 3 nu. Nou, dat wordt een pomper, jongens. Daar gaan we. Het is hem niet te hoog knald. Oh. Hij komt echt die rand aan hier nu. De 3 zijn te veel. Misschien... Hij was te veel. Gewoon zo weer. Van 2. Kom aan. Hoppakee. Gaan we. 3, 2, 1. Fire in the hole. Ja, hij moet iets later, denk ik, een puntje. Ietsje later nu. Eén puntje. Gaan we eens even checken wat er gebeurt. Well, let's go. Daar gaan we. Boom. Juist. Oké, de volgende is een ontploffing. Volgende is een ontploffing, denk ik. Let's denk het wel. Go. Denk de volgende een ontploffing wordt. Oh. Iemand viel.
Ik. Bijna! Bijna! Bijna is die kist open! Hij ontplofte niks, hè? Nee, maar... Nog niet. Nee, vonden wel. Kijk daar. Ja, ze ontploft! Ja! Enteren! Yes. Boys! Enteren! Oké, wat hebben we gekregen? Dat doet natuurlijk niet veel soeps, eerlijk gezegd. Het is best wel troep. Een zadel. Oh yes, pistons. Is het echt... Oh, vet veel sugarcane. Dat kan je verkopen, dus op zich is het niet heel erg. Granite, gravel, stone shovel, stone... Dirt. Wat? Oh, is een skeleton. Oh, een skeleton. Oh. Ik schiet hem dood. Ebbes. Wat zit hier achter? Ja, hier zitten achter nog meer chesten. Waar? Hier achter. Oh, wat? Oh, die willen we hebben. Oké, hier moeten we zijn. Ik dacht, kunnen we dit slopen, dit, denk je? Als jij helemaal omloopt, blijf ik hier staan en dan weet je waar je heen moet. Oké, ja, dan gaan we het even doen, jongens. We zien jullie aan de andere kant. Oké. Oh, hij zit in zijn base, Sneaky, kill hem. Waar is hij? We kunnen hem niet raken hier. We hebben eerst Oh. En hoe heet ze? Hoe heet ze ook weer? Fuck, ik weet het niet. F-map. Dead Empire. Dead Empire. Kaaah! Hij is er! Maak hem af! Ja! Nice. Oh, nice! Nu is hij misschien te laag level. Hoe kun je dat doen? F-claim. Ik weet niet, man. Ah, hij is te strong om te keepen. We moeten nog een paar keer killen. Maar wacht. Ze hebben 11 land en 33 power, dus dat wordt hem nog even niet. Fuck duck. Dan moeten we hem nog echt iets van 10 keer killen. Shit, dit gaat dus niet... Auw! Oh, hey, oh, hij is er weer! Oh. We hebben hem wel. Oh, dat is Wouter! Oh, kut, ik schiet... Wouter! Sorry! Oh, dit is echt grappig. Zomaar kikje, je hebt Wouter gekillt. Ik weet dat ik klein ben, maar heb je hem? Hey, ouwe tijger! Hij had iron toch? Maar hij komt dus hier, Hier is een spawn, Zal ik wat lava pakken? Ja, zit lava dan hier. Hier, Wouter, sorry man. Dan heb je hem weer, wacht. Oh. Hij blijft komen, Misschien kunnen we hem meteen raiden. Ja, hoeveel power heeft hij nog? Weet ik niet, maar hij kan maar 10 droppen en ze hebben 11,33, hè, dus dat heeft sowieso geen zin. Ah, dat kan sowieso niet. Fuck, het is echt te veel, man. Nou ja, goed, ik weet niet, man. Vind jij dat we door moeten gaan voor die ene chest? Of heb je zoiets van, nee. Nou ja, hij is het toch, dus het is leuk. Ja, nou, maar als we dit claimen, hebben we ook nog een ender chest, hè? Ja, maar we kunnen dit niet claimen nog. Hij heeft veel te veel, Oh, wacht. Dit heeft helemaal geen zin om hier ligt een ender chest, ik weet niet of we die... Oh ja, we kunnen die opblazen nog. Ja, die kunnen we nog opblazen, wacht. Ja, maar gaan een chest ook kapot van opblazing? Weet ik niet, ja, misschien wel. Maar ja, we gaan gewoon opblazen. Sorry, terwijl ik hier niet. Accepteer die, Oké, jongens. Eén schot, komt ie aan, jongens. Uh-oh, ik sta eronder. Nee, adem niet. Oh, jongen, maar die gast blijft ook in. Volgens mij laat ik even paniek als iemand in één keer in je base staat. En ik denk van, oh nee, Diederik. Ja. Wie zit er nou in de base? Ben jij dat? Nee, dat is die gast weer. Ja, maar op zich deze... Oh, hij heeft nieuwe gear gepakt. Oh ja, lekker, we kunnen hem hebben. Oh, hij is dood. Helemaal niet. Ik heb hem hier, hè. Zie je, dat is een andere! Het is een Mattie! Oh, ik heb zijn Mattie. Oh, shit. Hij leeft nog. Ja, ik heb zijn andere Mattie. Oh, nu kunnen we hem misschien zo meteen pakken. Ze droppen te veel punten nu. Nu gaan ze punten droppen. Wout, pak die shit maar op. Ik heb het niet nodig. Oh, woordig tunnels, ga weg! Maar we willen hier niet weg! Ja! Ik heb gapples bij, hoor, kom maar op. Ja, ik heb ook gapples, maar niet... Up for the challenge. Ik heb geen dingen. Geen notch. Oh, ik zie jou al staan, ja, Smiley. Oh, dit is zo geinig, jongen. Alsjeblieft, laat er nog een keer komen. Hoeveel punten hebben ze nog? Kan je dat zien, Wout? De Mattie had full iron. Hoe kan je het zien? F show en dan Dead Empire. En dan zie je dat zij... 11 land hebben en 9 power, dus ja, we kunnen overclaimen. Ja, kom maar, ik ga het doen. Hup. Oh, jij het? Dan kunnen wij niks als jij overclaimt, hè? Claim. F, spatie, claim. Oh, je claimt your ex! Ah, wat is erin? Oh. Ah, er zit niks in! Wow. Wat? Suck a dick, man! Oh, hij is weer. 3 kill, got him. Oh, er zit alleen maar cobblestone in. Heel veel cobblestone. Oh, man, die shit is leeg, man. Sloop die chesten dan. Sloop gewoon die chesten. Ja, maar hoe kan je zeg maar iets declaimen dan? Unclaim. Hier achter je, ik heb je een bijltje gelegd. Als je gewoon alles sloopt, we pakken gewoon al hun stuff. Hier. Dit is geen eens effect. Dat is het enige wat ze hebben. Al die cobblestone. Maar verder hebben ze ook niks. Hoe slash F unclaim? Ja, ik geloof het wel. Unclaim of zo. Claim. Oké, ik ga die ene gasten shit weer claimen. Ik ga die ender chest claimen. Waar is die? Hier. Die is achter. F. Hier. Claim. Ja, ja. Oké.
Dit zit in mijn... Oh, ik heb al die sorry... Oh, hij is weer. Ik heb nog allemaal shit van die sorry kit. Nou, ik pak al die ender chest even. Dankjewel. Oh, ik heb helaas die shit gesloopt, maar maakt niet uit. F, unclaim. Oh, dit is echt grappig, want daar hebben ze echt vet weinig punten nog. Zullen we ze gewoon laten nu? Want ik vind het wel een beetje zielig. Ja, ik ook. Ja? Nee, ik lijk. Ja. Ik vind het wel goed zo, denk ik. Want ik vind het een beetje zielig. Nou, voordat ik geld verlies heb, ga ik fly doen. Ik ga mijn spullen verbranden. Oh, fly aan. Sukkel. Oké, ik ga die shit weer meenemen. Al die redstone en die repeaters. Want die heb ik weer nodig voor de volgende raid, natuurlijk. Want dat gaan we sowieso nog wel een keer doen. Maar deze raid is op zich, ik vind het wel een geslaagde raid of zo. Ik vind het wel leuk dat ze ook even inlochten. Dat maakt het alleen maar leuker en gezelliger. Oké, mensen. Ja, precies. Later. Oké, mensen, in ieder geval dankjewel voor het kijken. Als je deze raid leuk vond, laat even een blauw duimpje achter omhoog als je het leuk vond. We gaan kijken of we vandaag ook op Factions een keer 500 duimpjes omhoog kunnen halen. Laat even zien of je het kan. En ik zie je graag in de volgende video. Dankjewel, boys, voor het meedoen. Yo. Doei. Alright. Peace.